En naast mij staat Pieter van de Hogeband, de toernooidirecteur. Heb je al wat mensen herkend, Pieter? Hele mond vol, hè? Mooi woord met Scrabble, toernooidirecteur. Ja, nee, absoluut. Achter mij zijn een paar Amerikanen rustig aan het trainen. Ik zie een paar Japanners. Net een van de grootste talenten van Nederland, Niels Kostanje, zag ik net ook zijn training afronden. Mijn oude makker Marcel Wouda, die staat hier als coach aan de badrand. Dus het is een vertrouwd gezicht voor mij. En weet je, de zwemmers hebben er heel veel zin in. Dat is het allerbelangrijkste. Dan kunnen wij nog wel zo'n mooie show eromheen organiseren. Een mooi theater. Het draait allemaal om de sport zelf. En die zwemmers hebben er zin in. Die gaan de tegels uit het bad zwemmen. Even voor de leek als het gaat om zwemmen. Het heet Swimming World Cup. Maar het is geen officieel WK. Hè? Het is een ander soort toernooi. Kun je daar iets over vertellen? De Wereldzwembond heeft net de wereldkampioenschappen georganiseerd in Boedapest. En daarnaast organiseren ze de wereldbekerwedstrijden. Dus een spin-off van de WK heb je een drietal wedstrijden. Eerst in Moskou, Berlijn en die andere grote wereldstad Eindhoven. En daar komen de grote wereldtoppers komen dan hier naartoe om te profiteren van hun topvorm. Om er eventjes wat records aan te vechten en of in ieder geval te verbeteren. En een paar mooie races. Het is ook een soort promotie van de sport in de hele wereld. En jij verwacht dat er hier ook records gebroken gaan worden. Ranomi heeft in Berlijn al onder de 23 seconden gezwommen op de 100 meter. Kan dat hier dan weer aan diggelen gaan? Ja, weet je, ze gaan hier ook 100 vrij weer zwemmen. Sarah Sjöström is de wereldrecordhoudster sinds kort op de 100 vrij. Ranomi had zichzelf ook weer in verbeterd. En die heeft laten zien dat ze nog harder kan. Ze had soms toen al het Europees record, dus dat, hopelijk gaat ze dat zeker verbeteren. En dan kom je in de buurt van het wereldrecord. Op 100 meter, dat zou wel mooi zijn. Want ieder jaar, iedere week, als er dan een wedstrijd wordt georganiseerd in de wereld, staat er tijdens het wereldrecord vernoemd. Dus ongeacht je niveau, dan staat er altijd het wereldrecord. En dan zou het wel heel mooi zijn als dat wereldrecord in Eindhoven wordt gezongen. Nou, gaat het dit over het zwemmen, maar het is ook voor de fans, heb ik begrepen, een hele andere beleving dan wellicht een reguliere zwemwedstrijd. Nou ja, ik zelf heb ook, we hebben vier kindjes thuis en we hebben allemaal ook de zwemlessen allemaal meegemaakt. En mensen associëren zwembaden heel vaak met saai, wachten, warmte. En als die kinderen dan een zwemdiploma hebben gehaald, komen ze heel vaak niet meer in het zwembad. Zelfs mijn vrienden vonden het altijd lastig. Die kwamen dan bij mij wel eens een keer een wedstrijdje kijken. Maar ze vonden het allemaal best wel daaromheen. Best wel vermoeiend en warm allemaal. Nou ja, weet je, daar kunnen we weinig. De warmte, dat proberen we ook zelfs te reguleren voor de fans die allemaal komen kijken. Maar we gaan er een fantastische show omheen organiseren. Zodat ook met name de sport en de zwemmers in de spotlight staan. En dat er eromheen gewoon in een kort programma mensen worden vermaakt. En dat ze na een uurtje, anderhalf uur naar buiten gaan denken van wow, dit had ik niet verwacht van deze sport. Want sport kan zo mooi zijn. We hebben ook met EK vrouwenvoetbal enorm genoten. Nu ook weer het WK atletiek. En hopelijk gaan de zwemliefhebbers snappen het al. Maar met name ook mensen die de sport niet zo goed kennen. Dat die binnenkomen lopen en denken van goh, wat een prachtige sport. Hier wil ik meer van weten. En ik ga dat nog meer volgen. Want we hopen dit de komende jaren gewoon ieder jaar neer te zetten. Zo'n wereldbekerwedstrijd. Dat die ieder jaar naar Eindhoven komt. Ja, dat is de belangrijkste stad in de wereld. Dus ze kunnen niet meer om ons heen. Oké, dankjewel Pieter. Die moet snel weer verder. Want druk bezette toernooidirecteur. Ik zal het even goed zeggen.